Hij bouwde meer dan 15 jaar aan zijn bureau en verkocht het bureau succesvol dit jaar. Hoe zag dat hele proces eruit van dat bureau bouwen, maar met name ook van dat bedrijf verkopen? Oh ja, en daarnaast heeft hij ook nog eens een keer een heel succesvolle podcast inmiddels te beluisteren bij BNR. Dus redenen genoeg om hem uit te nodigen als gast. Klaas Wijma, welkom bij CVD-TV. Klaas, hart welkom. Meer dan 15 jaar, hè? Zeker, dank voor de uitnodiging. More than welcome. Zoals bij het begin beginnen, Energize, een bureau. We gaan straks wel even wat verder in op wat het allemaal doet. Maar hoe is het begonnen? Ja, het is begonnen als management buy-out. Mijn vader die kwam ook uit de bureauwereld. Had een bedrijf Free for One in pittoreske Driebergen. Free for One? Free for One. Bekend van allerlei loyaliteitscampagnes. Ah, ja. Met z'n tweeën voor de prijs van één dineren. Nou, dat soort campagnes. En ik was baanloos. Waarom? Mijn grote droom was altijd, ik wilde marketing consultant worden. Dus een heel assessment door. En het bleek uiteindelijk dat ik het niet haalde, omdat ik non-conformistisch was. Dus ik was te eigenwijs. Dus ik was te ondernemend. Ja. En toen zei mijn vader, maakt allemaal niet uit. Dat was ik ook. Kom mij helpen, marketing en sales. Ik zeg, ja, bij jouw familiebedrijf, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Heb ik daar nu mijn opleiding voor gedaan, bedrijfskunde. Ja. Hij zei, dat wordt vast leuk. En het werd leuk. En hij had echt een bedrijf met mensen. Zeker. Maar 20 mensen had hij in dienst. En ik zag daar ook wel meteen ook mogelijkheden om. Ja, het was toen 2002, 2003. Internet was een kleine 10 jaar oud. Om online actiemarketing op te pakken. Ja. Dus hij ontwikkelde grotere acties. Voor de wat grotere merken van Nederland. Ik zei, nee, dat moet je ook digitaal gaan activeren. En zo is het ontstaan. Jij zegt management buy-out, maar leg die eens uit. Want je bent begonnen gewoon, je kreeg gewoon salaris, neem ik aan. Ik kreeg gewoon salaris. En toen? Toen kwam bij mij wel de ambitie. Ik zei van, ja, hier in Driebergen zie ik niet de rest van mijn leven doorbrengen. Ja. Pa, ik wil gewoon voor mezelf. Ik ben gewoon ondernemer. Ik vind het leuk. En ik wil ook niet vasthangen aan dat free for one concept. Ja. Ik wil gewoon met mijn eigen bureau aan de slag. Leuk. Eigen pandje. Ik had dat helemaal geromantiseerd. Hij zegt, nou is goed. Maak maar een businessplan. Eerst moest hij natuurlijk een beetje over die teleurstelling heen. Familiebedrijf. Ik heb eindelijk de fervente opvolger. Daar had hij op gehoopt. Dus daar hadden we ook nog wel een gesprek. Ja. Maar hij was sportief. Hij zegt, pak dat op. Maak je plan, natuurlijk met die bekende hockeystick. Ja, ik wist helemaal niks, joh. Hoe oud was ik? 25, 26. Ja. En mijn eigen prognose gemaakt vanuit mijn eigen ambitie. En toen kwam hij met Deloitte, M&A Practice. En die zei van, nou, we gaan er een bedrijfswaardering op leggen. Ik denk, oh, dat wordt wel heel serieus. Dan had ik BDO. En toen was het op een gegeven moment onderhandelen met mijn baas, wat ook mijn vader was. En dat was wel taai. Want jij wilde zijn bedrijf overnemen, hoe ik dat? Nee, ik wilde de afdeling, een business unit, wat ik binnen zijn bureau had opgebouwd, wilde ik uit het bedrijf halen. En zelf gaan opzetten. Ik had ook al de naam Energize, dat vond ik helemaal cool. Daar kan ik je zo nog wel een leuk verhaal over vertellen. Ja. Maar hij zegt, ja, logischerwijs, er zit wat personeel in, er zitten een paar klanten in, dus dat heeft waarde. Ja. Dus meneer Wijma junior, hij pakt ook meteen Deloitte erbij, dus niet de kleinste nee, jongens. Nee, dat was ook niet de kleinste. Hij ging er serieus in, maar hij zei ook, en dat waardeer ik ook. En zeg van, ja, ondernemen, als je het zelf wil doen. Ja. Ik ben niet van de gouden pollepel. Nee. Dus je moet gewoon, wil je ondernemen, moet je ook een grote jongen zijn. Gaan we dat proces ook goed doen? Sta je achter het businessplan? Ja. Sta je achter de prognose? Ja. Dan is het de basis van de waardering. Dus je begon met een schuld aan je pa? Ik begon met een schuld aan mijn vader, ja. Mm-mm. Ja. En de naam Energize? En de naam Energize is ontstaan op mijn studentenkamertje. Ik dacht van, ik heb nu een businessplan geschreven, maar dan moet ik ook een naam hebben. Ja. Toen dacht ik, wat gaan we nou anders doen dan andere bureaus? Want er zijn al zoveel. Hè. Dat was nog de tijd van de gouden gids en de telefoongids, Google bureau en veel. Ja. Ik zeg, nou, wat wij willen doen is we willen merken ook met name toen in der tijd digitaal activeren. Dus uiteindelijk voor zorgen wat meer korte termijn campagnes. Dus niet hele langlopen merktrajecten, maar korte termijn meteen resultaat. Ja, ja, ja. En toen ben ik gaan zoeken. Met behulp van online? Met behulp van digitale kanalen. Ja, precies. Want dus dat was in die tijd nog niet zo normaal als dat het nu dat is. Dat was vrij klein. Het was nog de tijd van viral marketing, in-game advertising. Een beetje die kant. Dus je had toen Advance, je had Bone. Je had Tribal DDB, je had de begintijd van Media Monks, waar ik nog wel eens mee concurreerde. Dat is nu een mega bedrijf geworden. Ja. En toen ben ik gewoon echt, heb ik letterlijk het woordenboek gepakt. En ben op zoek gegaan naar synoniemen voor het woord energize. Of voor het woord activate, to activate. En er stond een van de synoniemen Energize bij. Nou, kijken, is die domeinnaam vrij? Ja. Hij is vrij. Nou, dan zeg ik, daar heb ik mijn naam.
En zo is het begonnen? Zo is het begonnen. Ben je met personeel begonnen meteen? Ja, ik nam een aantal personeelsleden nam ik mee. En die wilden ook heel graag mee. Ik dacht, oh, leuk, jonge ondernemer, spannend, avontuur. Dus ik had toen volgens mij 4 vaste personeelsleden en 2 stagiaires. En we zijn onze intrek gaan nemen op de Plompentorengracht in Utrecht. Een soort verlengde van de Drift, vlakbij het Neuden en de Wo. Mensen die het kennen. Dus het was in het begin iets hipper dan waar je pa zat. Iets hipper dan Triple Peaks, ja. Waar ik ben opgegroeid. Hey, en even met 7 mijls lazen, en dan gaan we zo weer in een paar stappen terug. Maar je hebt dit jaar het bedrijf verkocht. Ja. Je was niet de eerste overigens die gekocht werd door de firma Happy Horizon. Ja. Zometeen daar misschien meer over. Op het moment van verkoop, waar stond Energize, zeg maar als het hebt over, ik weet niet wat je kan zeggen, maar aantal mensen of omzet of whatever. Wat kun je ervan zeggen? Nou, misschien goed. Het is niet alleen ik. Ik heb sinds 8 jaar ook een zakenpartner, een creatief directeur, medepartner, Robin Pas. Aandeelhouder ook. Aandeelhouder ook. Dus we hebben dat traject ook gezamenlijk gedaan. En ja, met de komst van Robin, maar ik denk ook daar iets voor. Want we hadden op een gegeven moment naar de geschiedenis, na 4 jaar besloten we een vestiging te openen in Shanghai. Ja. Toen zaten we nog in Utrecht van op het briefpapier Shanghai en Utrecht, dat klinkt toch een beetje raar. En we hadden ook echt de ambitie om echt een creatief toonaangevend bureau te worden. En voor het aannemen van creatief talent, ik heb er alle tegen afgezet, maar dacht dan moeten we toch naar de creatieve hoofdstad van Europa, dat is Amsterdam. Daar vind je toch wel wat makkelijker het juiste talent. Dus dan hebben we in 2011 zijn we verhuisd naar Amsterdam, naar de mooie Schinkel. En in de jaren daarna hebben we ons steeds meer geprofileerd als allround bureau. Nog wel heel sterk vanuit een activerend en digitaal hart. Ja. Maar zijn we de laatste jaren, en ook ik denk, vorig jaar was echt wel een hoogtepunt, hebben we de lead agency rol overgenomen van Woerneman Thompson. En we kregen voor onze grote klant Plus Supermarkten het vertrouwen om voor hun ook hun grote landelijke kerstcampagne te ontwikkelen. Met commercial, we deden eigenlijk met al hele activatie. Met huilfilm. De huilfilm, ja. Hey, maar luister, maar hoeveel mensen had je toen je, dit jaar? We zaten op dat moment met 15 man vast en 25 flexibel eromheen. Okay. Dat is voor ons ook echt wel het winnende model. Hey, als je nou eens even, en zometeen wil ik meer inzoomen op de verkoop, maar ook op hoe slim het is en leuk, maar ook slim het is om een podcast te beginnen. En hoe dat uit de hand kan lopen, volgens mij. Ja. Maar als we nou eens even ondernemers technisch kijken, we kijken naar 15 jaar Energize. Er zijn vast ook momenten geweest dat je dacht van, oh shit, dit is echt niet helemaal de bedoeling. Ja. Wat zijn, kun je eens wat lessen noemen voor jonge ondernemers die misschien aan het begin staan? Ik denk, dat is een mooie vraag. Ik denk dat het ondernemerschap gaat in eerste instantie over doorzettingsvermogen. Dus ik denk dat ik 1 jaar of 8, 9 aan het ondernemen was, dat het helemaal misging. Ik had toen vanuit mijn ambitie een kantoor in Shanghai. Ik had 15 man in Shanghai in dienst, een kleine 30 in Amsterdam op kantoor. Het ging fantastisch. Tot vrij laat de impacten van de financiële crisis ook ons bereikt. Vaak marketing, reclame, dat is dan een vakgebied wat ook wel snel wordt geraakt. Budgetten, die slonken ineens, ondanks alle mooie toezeggingen van klanten. Maar ik verloor toen in 3 maanden tijd de helft van mijn omzet. Wow. En toen dacht ik van, ik ga nu 500.000 geconsolideerd het rood in. Dus ik zag mijn eigen vermogen. Salarissen gingen lekker zo door. Ja, dat gaat gewoon door. Je hebt de huur. Je kan nog eens een keer naar een huurbaas met coulance en met een goed verhaal. Ja, naar een klant. Ja. Maar het was gewoon drama, Ronnie. En ik was toen het huis aan het bouwen. En ik had een jong kindje. En ik dacht van, dan komt het er wel op aan. Dus ik denk van, ik kan nu 1 dag heel hard gaan zitten huilen, wat ik ook heb gedaan. Maar dan is het de volgende dag opstaan en een plan maken. En wat gaan we nou doen? Dus op het moment, als je jezelf een beetje kent en zegt van, ik kies voor het ondernemerschap, kies je ook automatisch voor risico. Mm-hmm. Maar is het ook belangrijk dat je doorzettingsvermogen hebt. En wat heb je toen gedaan? Want wat doe je als jij zoveel vaste kosten hebt en je omzet gaat voor de helft naar beneden en je staat dan na die jank bij de volgende dag op? Hoe pak je dat dan aan? Ik denk beginnen met een plan. En ik heb eerst gezegd van, oké, maar wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat zit in mijn, wat zit binnen mijn controle wat ik eraan kan doen? Ik moet op de kosten gaan letten. Ik moet gaan bezuinigen. Moet gesprekken gaan voeren met het hele team. Dus op het zeepkistje, eigen management fee. Even 3 maanden dan maar niet. Mm-hmm. En een offer vragen ook aan het personeel. Heb ik 1 keer gedaan. Dat vond ik verschrikkelijk. Van, jongens, dit is er aan de hand. Openheid van zaken. Heel goed informeren. Maar mag ik jullie vragen om 10% van je salaris in te leveren? Nou, dat hebben we toen 3 maanden gedaan.
En ik vond het fantastisch, ook voor de mensen die uit die tijd nog kijken, dat heeft echt wel het bedrijf gered. Want ik denk dat 95% van het bedrijf zei van dat doen we. We hebben een hart voor de zaak en dat gaan we doen en we komen doorheen. En we hebben ook natuurlijk afscheid moeten nemen van een aantal mensen. Ja. En ik denk door goed te communiceren, congruent te zijn, dus ook eerlijk te zijn, geen spelletjes te spelen. Dit is er aan de hand, we hebben echt een probleem en we moeten het fixen. Maar vervolgens ook schouders eronder, plan maken. En ik heb gezegd, volgend jaar moeten gewoon minimaal zwarte cijfers worden gedraaid. En ik wilde ook gewoon een ton winst draaien. Dus meteen ook concreet, oké, om die ton winst te maken, wat moet er dan gebeuren? Ja. En het zo verder uitbouwen en gewoon weer beginnen. Ja. Je noemt nu een paar keer Shanghai al. Maar hoe kom je bij Shanghai? Ja. Nou, dat was mooi. Het was in... Moet ik even goed nadenken hoor. 2008 ben ik onder andere met Marco Derksen, volgens mij hier ook wel eens geweest, oprichter van Marketing Facts. Vincent Evers en volgens mij nog 40 andere ondernemers en merkleiders naar China afgereisd. En het was een innovatiereis en we bezochten daar Beijing en we bezochten daar Shanghai. En ik was daar onder andere ook met een hele jonge Rogier Bikker. En we waren zo geraakt door alle kansen van China. En we hadden het idee van, nou, dit is gewoon zo gaaf. We moeten gewoon de westerse merken, moeten wij helpen om die stap te maken naar China. Dus we dachten, we zetten een bureau op wat als missie heeft om die merken naar naartoe te brengen. En ja, ik denk, ja, ik heb een gezin, ik heb net een huis gebouwd. Hoe gaan we dat dan allemaal doen? En Rogier, die zei van, nou, dat wil ik wel doen. Die sprak al vloeiend Chinees. En ik had nog een andere investeerder, een vriend van mij, die zat er ook al. En toen zijn we gewoon begonnen van een van die 40. Volgens mij zijn er twee ondernemers zo gek geweest om daar ook een vestiging te openen. En ik weet nog een andere ondernemer die was net klaar. Die was daar net weg. Michiel van Riemsdijk toen van Jor zijn. Die zei, Klaas, doe het niet. Niet doen. En ik dacht van, nou, fuck it. Ik ben ondernemer. Ik ga gewoon die kant op. En na 5 jaar toch weer de deur moeten sluiten. Ja, 5 jaar duurt. 5 jaar. Dat was best lang, hoor. En wat is de reden dat het mislukt is? Dat viel samen met die grote crisis waar we toen als bedrijf in zaten. Dat had ook mee te maken dat die markt steeds volwassener werd. En er steeds meer concurrentie kwam van lokale Chinese agencies. Die gewoon, waarvan klanten ook... zeiden van, nou, oké, we pitchen wel bij Energize, dat westerse bureaus. Bedankt voor de ideeën, maar dat gaan we dan lokaal laten executeren door het bevriende bureautje om de hoek. Ja. Dus dat, ja, en ik dacht van, ik moet gewoon focussen. Gewoon alleen maar Amsterdam, thuismarkt. Ik moet gewoon dat doel halen, namelijk die ton winst. En afgeleid zijn door te vliegen naar Shanghai 6 keer per jaar. Mm. Dat helpt daar niet in. Dus ook gewoon... Focus. Ja, op de core. Nou, dan gaan we met een sneltreinvaart toch... Want we kunnen nou uren gaan praten over klanten en projecten. Maar het is hier toch een beetje een ondernemerskanaal. Dus dat wat mij met name triggert is een klein beetje een idee van die reis. Mm. Hoe kom je erbij op een gegeven moment om... En dat zul je misschien niet alleen hebben gedaan, maar met je partner. Maar hoe kom je erbij om aan verkoop te denken? Wat is de reden daarachter? Nou, ik denk helemaal in de begintijd, het is een soort van ondernemersdroom. Dus als je begint en je spreekt andere ondernemers of je hoort eens een keer, je luistert naar jouw CFD-TV en denk, oh, dat wil ik ook. Ja. Hè? Die jonge ondernemer, ja, dat wil ik ook. Dus het was voor mij altijd wel een soort van droom om ooit die stap te maken. Maar toen heb ik ook echt gewoon genadeloze les gehad van ondernemers. Ja, daar moet je helemaal niet mee bezig zijn. Je moet bouwen, je moet groeien, je bent net begonnen. Wat is het nou? Eén ondernemer werd zelfs kwaad op mij. Dus ik heb er ook heel lang niet meer eens over na durven denken. Sorry. Ja, totdat wij benaderd werden. Dus we werden een aantal jaar geleden wij benaderd. Ja, dat was wel eens vaker gewoon andere bureaus. Dat een beetje werd geflirt, maar dat is dan fusie of samenwerking. Maar dit keer was het echt serieus. Mm-hmm. En het is een traject waar we heel ver ook in gevorderd waren, maar toch uiteindelijk de eindstreep niet gehaald. Maar daar hadden we heel veel van geleerd. En ik zat ook met Robin van, ja, volgens mij is dit nu ook wel het moment, gezien alle marktontwikkelingen. Wij groeiden heel erg hard. Hè. Dus we waren vorig jaar met 30% gegroeid. Winstgevendheid zag er gewoon heel erg goed uit. Maar we wilden nog harder groeien. En gezien alle ontwikkelingen in de reclamebranche, om even zo te zeggen, de agencywereld, zie je dat een enorme grote consolidatieslag plaatsvindt. Een paar partijen die dus waanzinnig hard aan het opkopen zijn. Die zijn aan het opkopen, maar dat is ook met een duidelijk doel. Want vanuit die klantvragen is er ook steeds meer behoefte aan echt full service. Dus een klant die van A tot Z
Dus niet alleen het ATL-stuk, dus het above the line reclamewerk, die mooie helftfilm, hoe je het noemt, kan maken. Maar die het ook helemaal kan doorvertalen, kan activeren naar performance. Ja. Is het een liefstwaarse repet situatie? Omdat je natuurlijk, we hebben een situatie gehad dat reclame begon, noem ik het maar even. Ik weet niet, 50 jaar of zo, zeg, weet ik veel, long time, long way back. Op een gegeven moment zijn dat een paar hele grote partijen geworden. Ja. Waar eigenlijk 80% van de bureauwereld zo'n beetje onderheen. Ja. Dat ging allemaal spin-offs krijgen, allemaal breakouts. Ja, iedereen begon met jonge, hippe bureautjes. Ja. En nu krijgen we wat dan vroeger misschien de Omnicoms of weet ik veel wat waren. Krijgen we nu de Happy Horizons en de IO's. Ja. Die weer een soort nieuw soort... Ja. Het is weer een beetje hetzelfde, hè? Ja, dat is grappig. Dat is ook wel weer een mooi inzicht, denk ik. In die tijd dat ik begon, dacht ik van ja, weet je, ik geloofde heel erg sterk in het digitale kanaal. Want ik denk van, je kan met digitaal, kan je alles doormeten. Je kan mensen één op één bereiken. Je hebt daar zoveel mogelijkheden om mensen gepersonaliseerd te bereiken. Ja. Dat is heel anders dan het massamediale model, waar in die tijd de grotere bureaugroepen heel erg nog op gefocust waren. Mm-hmm. En je ziet dat... Ja, natuurlijk een aantal grotere spelers zijn als een WPP, een Omnicom groep. En die hebben heel veel schaal wereldwijd met een aantal labels. Maar in Nederland zie je die hele grote, wat meer van oorsprong traditionele groepen, heel versneld digitaliseren om juist die nieuwe generatie bureaus, die vaak vanuit buy and build, je noemt een aantal partijen, zijn ontstaan, om die bij te benen en ook het hoofd te bieden, omdat die heel versneld kunnen innoveren. Ja, want ze gaan hard, hè? En ze gaan heel hard. En ik had daar intern met Robin over. Ik zeg, ja, ik wil juist nou niet met de wat gevestigde... Nou ja, laten we even tussen aanhalingstekens, ik bedoel daar niks negatiefs mee, traditionele bureaugroepen werken, die beursgenoteerde holding companies. Ja. Maar ik wil juist met zo'n toffe, ondernemende bureaugroep, waar heel veel ambitie is om ook versneld door te groeien. Ja. En ook klanten veel integraler van dienst te kunnen zijn. Ja. Digitaal veel sneller te kunnen opschalen. En hoe belangrijk is dan toch het financiële? Hoe belangrijk is het financiële aspect in zo'n, als je zo'n traject gaat beginnen? Hoe belangrijk is geld dan? Nou, geld is natuurlijk altijd één van het wensenlijstje wat je hebt. Je hebt een bepaald bedrag voor ogen. Het moet natuurlijk goed zijn. Het moet een goede voorwaarde zijn. Een reflectie zijn van de waarde van je bedrijf. Mm-hmm. Maar het is niet het allerbelangrijkste. Ik denk dat het een mix is van... Oké, wat is de cultuur van de organisatie waar je in komt? Wij hebben gezegd, wij sluiten ons aan bij een ontzettend leuke bureaugroep waar heel veel mogelijkheden liggen voor groei. Want jij wil heel duidelijk door. Het is niet zo dat er zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers die hun bedrijf verkopen met de bedoeling, jongens, klaar, verkopen en ik ga wat anders doen. Maar als je een dienstverlenend bedrijf hebt, zie je toch helemaal een bureau, zie je dat vaak holding companies met vrij langere zogenaamde earn-out trajecten werken. Mm-hmm. 3, 4, soms wel 5 jaar. Mm-hmm. In mijn geval en Robin is dat 2 jaar. Mm-hmm. Maar ik heb gezegd, het is ook ontzettend leuk om met, volgens mij zijn het inmiddels 70 of 75 andere ondernemers te bouwen aan iets veel groters. En wij geloven er ook in. Dus we hebben ook allebei doorgeïnvesteerd in die groep. Dus we zijn nog steeds aandeelhouder in het geheel. Dat is een beetje de constructie. Want is Happy Horizon naar jullie toegekomen of zijn jullie naar Happy Horizon? Nee, wij hebben uiteindelijk via een introductie ben ik met de CEO in contact gekomen, Walter van der Wegen. Ja. En het was meteen een ontzettend leuk gesprek. Mm-hmm. Maar toen gingen we een beetje op elkaar wachten. Maar hij zei, het eerste gesprek is altijd leuk, maar ik doe niks. Dus ik laat gewoon... Playing hard gewoon, to get. Beetje hard to get. En ik dacht van, ik had toen een adviseur en die zei, Klaas, je moet er een proces van maken. Je moet gewoon met verschillende partijen praten. En een process letter. En ik denk, ingewikkeld man. We weten toch wel hoe die markt in elkaar zit. Nou, toch gedaan. Dus wat ga je dan doen? Dan maak je een informatiememorandum. Een soort van verkoopbrochure van je bedrijf. En dan ga je kijken met welke partijen ga je flirten. Daar heb je een specialist voor ingeschakeld. Okay. Maar ook wel heel erg, en dat vond ik heel erg leuk, het was heel veel co-creatie. Hmm. Want ik ken die markt natuurlijk, omdat ik er al 20 jaar in actief ben, supergoed. En dacht ik ook van ga je nou zelf dat eerste gesprek doen? Dus ga je nou zelf met die CEO's van die bureaugroepen die je interessant vindt, waarvan ik zie synergie, of laat je dat doen? Ik zeg, ik ga het toch zelf doen, want ik wil kijken
Dan heb je het nog helemaal niet over. Gewoon kijken of die klik er is. Of die klik er is. Ja. Of die cultuurmatch er is. Waar komen straks waar komt straks het team in? Was dat aan de andere kant ook zo? Kwam je met Walter, de CEO, om de tafel? Want ik weet het niet precies, maar hoeveel acquisities heeft die gast gedaan de afgelopen? Volgens mij gaat het nu richting de 25. Dus hij is nog lang niet klaar. Nee, he only just started. Ja. Ja, met name internationaal liggen heel veel kansen. In Nederland zijn ze wel, volgens mij, wel zo goed als klaar. Hoeveel mensen hebben het al over? Ja, het gaat richting de 1000 in. Oh. Ja. Ja, het is echt waanzinnig. Hè? Ja. Met het team en die ambitie en de drive. En wat ook leuk is, het ontzettend mooie ondernemende private equity club achter. Ook hele jonge jongens. Ja. MG Partners. Ja, en die hebben er ook gewoon zin in. Dus energize, energie, je merkt misschien wel een beetje aan. Maar ja, ik word daar heel blij van. Hoe lang heeft dat proces geduurd van het verkopen van je bedrijf? Ja, dat ging heel hard. Dus ik denk dat we oktober hadden we het IEM af, de informatiememorandum. Een soort salesbrochure, ja, als ik het heel plat vertaal. NDA's, er kwamen iets van 8 getekende NDA's terug. Nou, dan ga je met een aantal partijen in gesprek. En het was in mei getekend. En het had nog sneller gekund. Wat was de vertragende factor dan? Omdat vanuit de kant van Happy Horizon, zij waren ook echt, ze hadden gewoon een hele tandem van agencies waar ze al wat verder in het proces waren. Dus zij moesten even in de wacht rijden. Ze moesten even in Schiphol, waar je even een paar rondjes moest blijven draaien voordat je mag landen. Ja. Maar het was normaal, man. We waren in principe uit de commerciële deal, Tim. Ze waren er, ik weet nog heel goed, oudjaarsdag waren we eruit. Ja. Oké, ze hebben een leuke oudejaarsnacht gehad. Ja, dat was heel gezellig. Ben je nou financieel onafhankelijk? Ja, de vraag is, wat is financieel onafhankelijk? Ik vind het ook niet zo relevant. Weet je, het is wel een vraag. Nou, ik vind het wel relevant. Zal ik je uitleggen waarom? Omdat ik me afvraag dat. En je hebt gelijk dat het voor iedereen anders is. Hè? Want het ligt gewoon aan je. En je hoeveel geld heb je nodig, zeg maar. Ja. Maar wat ik bedoel is dat je niet meer hoeft te werken. Want als dat zo is, vraag ik me af wat het doet als je toch door wil knallen. Ja. Dus vandaar mijn vraag. Nou, dus het gaat mij niet zozeer om of je financieel onafhankelijk bent, maar is je attitude naar wat je aan het doen bent veranderd? Omdat je, laat ik zo zeggen, je hebt in ieder geval wat geld verdiend. Ja, zeker. Ik denk dat mijn attitude naar het werk, er is eigenlijk heel weinig veranderd. Het is nog steeds heel druk. Dus ik kom net terug van vakantie, bij de eerste werkweek zit er weer op. En ik denk van, heel veel mensen zeggen, wat ga je dan doen? Ja, wat ga je doen? Ik ben nog steeds ondernemer. Mm. En ik ben, ik ben nog maar 46. Wat ga ik dan doen dan de hele dag? Ja, ik zie ook wel ondernemers die dan een bedrijf hebben verkocht, die financieel onafhankelijk hebben, die 10, 15, 20 miljoen op de rekening hebben. Maar ja, dan is het volgens een half jaar heel erg leuk. Maar dan is het in de winter, dinsdagmiddag, en dan sta je alleen, sta je op de golfbaan en dan ben je aan het bellen. Ja, en iedereen is aan het werk. Dat is toch wel eenzaam. Mm-hmm. Dus ik heb gezien, er verandert heel weinig. Mm-hmm. Want in die zin, ik heb nog een ander bedrijf, CMO-talk. Daarnaast zet ik me voor de helft van mijn beschikbare tijd ook in voor Energize, de integratie en de groep. Ja, want je hebt, en dat vind ik heel erg leuk. En je hebt een even heel technisch, je hebt je bedrijf voor 100% verkocht. Ja. Maar je hebt jezelf weer ingekocht in de Happy Horizons groep. Ja. En wat is je rol nu? Is die dan nog steeds bureaudirecteur Energize? Of heb je ook een wat bredere of andere rol? Ja, dus officieel op papier ben ik nog managing director Energize. Ja. Maar ik ben ook natuurlijk in gesprek met de groepsbreed, de directie, om te kijken van welke synergiekansen zien we er op het gebied van marketing, op het gebied van communicatie, op het gebied van businessontwikkeling. Ja, dat vind ik ook heel erg leuk. Ja, want dat is natuurlijk wel slim wat die Walter doet, want er zijn natuurlijk heel veel klaasjes overgenomen. Ja. Dus er zitten natuurlijk waanzinnig veel slimme koppen die in staat zijn geweest om een heel tof bureau te bouwen. En als je die allemaal nog eens een keer in de vergaderkamer douwt, dan kun je met een factor 100 kun je vooruit knallen. Dan kan je gas geven, maar dan moet je dan wel vanuit een overkoepelende visie doen en een duidelijke purpose. Ja. Ik weet, je hebt nu inmiddels mijn collega Harry, de CCO van Happy Horizon. Ja, Harry Kuipers. Kuipers, die ook gehad. Ja, hier ook geweest in de studio. En die heeft dat samen met zijn team heel goed neergezet. Dus wij komen al wel in een warm bad. Mm-hmm. Waarbij je nu ook kan bijdragen aan die volgende stap. En dan ben je nog podcast maken. Hoe is het om nou eens een keer, want dat wil ik toch even met je over hebben. Hoe is het om zeg maar geïnterviewd te worden in plaats van, ik vind dat altijd best wel lastig. Ja, nou, wel geest, want ik kwam hier binnen en ik ging ook meteen in de interview. Ja, je zat meteen hier. Zonder dat ik het wist. Sorry, Ronnie. Maar het is heel leuk. En, nogmaals dank voor de uitnodiging. En ik vind het mooi om te vertalen, te praten over het ondernemerschap. Dat doe ik ook wel eens voor groepen studenten. Mm-hmm. Ja, en ik vind het
ik denk dat het ook een hele mooie manier van reflectie is om even terug te kijken en ook even stil te staan van potverdikkeme, 20 jaar met de voorbereiding, met die management buyout van mijn vader, met nou, uiteindelijk een goed einde. Maar ook, het voelt niet als een einde. Ook weer een soort nieuw begin. I'm just getting started. Kijk, ik heb ook altijd gezegd, en dat is misschien ook wel een tip voor ondernemers, van mensen zeggen, joh, je bent al zo lang bezig met Energize, doet ook nog andere dingen daarnaast. Wanneer is de keer klaar? Ik heb altijd gezegd, van, zolang ik me kan blijven ontwikkelen in mijn bedrijf, dan ga ik door. En op het moment dat ik het idee heb van, hey, ik kan me niet meer ontwikkelen, ik kan niet meer echt aan het bedrijf werken, want op een gegeven moment komt er zo'n moment. Mm-hmm. En dat had ik op een gegeven moment ook. En ik van, we kunnen nog wel verder groeien, maar ik ben op een gegeven moment misschien ook wel een beetje een blokkerende factor daarin. Mm-hmm. Misschien zijn er mensen die dat veel beter kunnen. Mm-hmm. Dus ik ben nu ook in het team aan het kijken om andere mensen op te leiden om uiteindelijk ook mijn rol over te kunnen nemen. Ja. En Simone Otterbros zit ook in ons managementteam, begon als producer, is account director geworden, is nu business director en die heeft die ambitie om uiteindelijk managing director te worden. Mm-hmm. Hoe tof is dat? Ja. Dat je mensen kan opleiden en ik weet dat zij het fantastisch gaat doen, misschien nog wel veel beter gaat doen. Mm. Maar misschien zit vanuit mijn expertise, daarom zeg ik, het is ook weer een nieuw begin. Ja, ik heb nog nooit van mijn leven in een bedrijf van 1000 man gewerkt. Ja, misschien mijn stage bij Hewlett-Packard in 2001. Maar voor een aantal maanden. Ja. Maar verder niet. Nee. Dus voor mij is dat ook weer een hele nieuwe manier om het te ontwikkelen. Ja. En dan met je vak bezig zijn. Want dat is en natuurlijk mijn, ook even. Hoe geleden ben je met CMO Talk? Want zo heet jouw podcast. Ja. Wanneer ben je ermee begonnen? Ik ben ermee begonnen in 2005, maar met podcasten in 2008. Dat is natuurlijk wel best rete slim, hè? Om gewoon CMO Talk. CMO, voor de mensen die misschien niet kennen, dat is de directiefunctie die met de Chief Marketing Officer. Ja. Oftewel decision makers op het gebied van marketing. Ja. Hoe slim om als bureaudirecteur al je potentiële klanten uit te nodigen voor een podcast. Hè? Ja. Zo is het ook begonnen eigenlijk. Ja, zo is het wel begonnen. Ik dacht van we kwamen een beetje ook uit die crisis. En ik dacht van ik moet een nieuwe manier vinden om uiteindelijk die DMU, de Decision Making Unit, te bepalen. Ja. En marketeers die zijn waanzinnige storytellers. Dus ik dacht van ik moet ze gewoon, net als jij, ik moet ze gewoon in die stoel zetten. Ja. Ik moet ze gewoon gaan interviewen. Maar dan moet je ook bereik hebben. Dus ik had geen mediapartner. Dat was toen Tijdschrift voor Marketing. Nou, die had een probleem, want er werd steeds minder geadverteerd. Dus die redacties werden kleiner. En ze weten van, ik kan best aardig schrijven. Dus ik dacht, een plekje in het blad, onbetaald. En we barteren dat. En zo is dat gaan groeien. Het heb je goed gedaan, complimenten. Want dankjewel. Ik zeg al tegen mensen van die podcast, weet je, 90% van de podcasts die je op Spotify ziet, ik kijk altijd naar de laatste aflevering. En 90% is dan, weet ik veel, november 2021. En dan denk ik, dat is weer zo'n project. Ja. En als nou één ding belangrijk is, dan is het consistentie en continuïteit. Ja. En dat heb jij natuurlijk inmiddels al heel wat jaren gedaan. Wanneer kwam BNR in beeld? BNR kwam, ik denk, 1,5 jaar geleden in beeld. Want we hadden 4 jaar lang Tijdschrift voor Marketing en het werd later Adformatie als mediapartner. Dat, dat partnership eindigde en ik was op zoek naar een nieuwe mediapartner. En ik zat ook in zo'n avant la lettre podcast community groepje van BNR. En daar kwam toen op een gegeven moment Aniek van der Leeuw van BNR langs. Zegt van, Klaas, wat ben je leuke dingen aan het doen met CMO Talk? Wil je niet aansluiten bij BNR? Mm-hmm. En ik zeg, hartstikke leuk als podcast. Nee, als radioprogramma. Ik zeg, wat als radioprogramma? Ja, dat wil ik wel. Want dan gaat het bereik natuurlijk door het dak. Mm-hmm. En ik denk, wel weer een beetje back to the future. Want het was radio. Hè? En wij zijn natuurlijk de streamingmannen. En natuurlijk ervoor zorgen dat je on-demand. Ja, precies. Maar het is een hele mooie combinatie. Mm. En ook daar weer heel erg dankbaar. Want het is het eerste externe format, bij mijn weten, wat BNR heeft geadapteerd en het heeft geschopt tot radioprogramma. En wat voor een deal is dat dan? Nou, BNR, wat voorop staat, is dat redactie en commercie heel erg of strikt gescheiden is. Ja. Dus de inhoud van het programma, dat bepaal ik met de redactie, met de eindredactie. Ja. Eigen redacteur erop. Ja. Maar je hebt sponsoren die het radioprogramma en de podcast adapteren. In dit geval is dat SRM. Oké. Okay. Dus die adverteren ervoor en ertussen en daarna. Ervoor en daartussen maar daarna. Daarna. Ja. En, maar er zit een Chinese muur tussen de commercie en de redacties, was het hoort. Ja, precies. Ja. Ja. Dus de inhoud, daar hebben ze helemaal niks mee te maken. Maar heb jij je format verkocht? Nee. Aan BNR? Nee, het is nog steeds mijn eigen format. Oké. Okay.
Dus is het een bedrijf ook? Het is een bedrijf. Oké, okay, maar deel je dan de poet? Of hoe werkt dat dan? Nee. Dat is gewoon niet vier. Ja, nee, precies. Dat vindt komt Ronny ook op BNR. Nee, denk ik niet. Maar ik ben interessant, van, want het is een BV. Ja. Jij draaide je eigen omzet misschien wel erin. Om op wat voor manier dan ook. Nu is het onderdeel van BNR. Dus hoe ik zat even te zoeken hoe technisch, hoe die deal is. Dus we hebben vanuit BNR. BNR heeft sponsoren die, een programma adopteren. Ja. Daar krijgen ze mediaruimte voor, exposure voor. Nou, je kan dan bellen met de BNR sales afdeling en die hebben daar hele mooie pakketten voor. Ja. En ze zoeken daarbij hosts. Hè, dat zijn mensen met vaak journalisten of redacteuren die het leuk vinden om zo'n programma voor te zitten. Mm-hmm. We kennen er heel veel. En die maken die inhoud, die maken het programma. En die bedenken het format, al dan niet met de eindredactie. Zij zijn eigenlijk opdrachtgever van jou geworden. Moet ik het zo zien dan? Ja, nou, de hoofdsponsor is. Het is echt een driehoek. Ja. Dus je hebt de redactie. En dat ben ik in dit geval. Is dat de programmamaker zelf met redacteur? Ja. Dan heb je de hoofdredactie en het mediaplatform BNR. Mm-hmm. En je hebt de adverteerder-sponsor. En je werkt in die driehoek samen. Maar af en toe gaat de deur echt heel erg duidelijk dicht. Maar wie betaalt jou? BNR. Ja, precies. Dus in zoverre is dus je krijgt een hostvergoeding. Ja, dat is een bescheiden vergoeding. Maar het format blijft van jou? Ja. Oké, maar dat is meer IP? Ja, dat is meer IP. Oké. En heb je daar veel profijt van ondervonden? Nou, met name in de begintijd hadden we het natuurlijk opgezet om in contact te komen met die marketingdirecteuren. Dus, ja, dat kon je zelf ook wel, toch? Ja, dat kon je zelf ook wel, maar vergis je niet. Er zijn helemaal terug het begin van het gesprek. Er zijn heel veel bureaudirecteuren in Nederland. Mm-hmm. En die willen allemaal met dezelfde mensen praten. Ja. En als je dan weer komt, heb je ze tijd voor een kopje koffie? Want ik heb een hele leuke pitch deck. En ja, man, ik heb wel wat andere dingen te doen. Mm-hmm. Maar je komt op een andere manier binnen. Dus je kan op een andere manier de relatie bouwen. Op een manier die gewoon goed bij mij past. Maar op een gegeven moment werd dat, dus in die begintijd hebben we er echt best wel veel nieuwe projecten en klanten aan te danken. Mm-hmm. Maar toen besloot ik op een gegeven moment van, hey, ik wil er echt een community van bouwen. En we zijn er evenementen rondom gaan organiseren. Dus we organiseren nu denk ik zo'n 15 tot 30 events voor CMO's op jaarbasis. Nou, daar zitten ook andere sponsoren bij. En ik heb toen besloten in 2020 om CMO toch helemaal als apart marketinginstituut te positioneren en het los te trekken van een bureau. Mm-hmm. Omdat ik ook niet wilde van dat een soort van gedwongen winkelnering. Ja. Oh, je komt bij de community, dan moet je ook wat met. En als het is echt gescheiden. Okay. Dus zo hebben we dat opgezet. Dus je hebt je handjes vol. Over 2 jaar krijg je nog eens een keer een batterij met geld. Tenminste, of je earn-out na 2 jaar of niet? Hopen we. En misschien investeren we dat gewoon weer terug. Wat denk je als je nu gaat voorspellen? Want je gaat natuurlijk samen groeien. Waar denk je dat je over 2 jaar staat? Oh, mooie vraag. Ik hoop dat we dan allereerst ons team, het huidige groep Energizers, mooi geïntegreerd is binnen het hele netwerk. Mm-hmm. Iedereen daar een mooi plekje heeft. Iedereen daar verder kan groeien. Dus dat is voor mij wel een heel belangrijk punt. Omdat we gaan ook verhuizen naar het pand eind volgende maand. Dat klanten ook helemaal goed onboord zijn. En de synergievoordelen ook letterlijk ervaren. Want het is heel erg leuk. We zijn nu aangesloten bij een bureaugroep. Ja, maar leuk. Maar wat heb ik daar als klant aan? Mm-hmm. Dus ik hoop dat daar ook de synergievoordelen goed zijn door. Ja, en ik hoop dat we vanuit onze propositie verdrievoudigd zijn. Dus dat we veel harder met onze propositie kunnen gaan groeien, omdat we aangesloten zijn bij de groep. Dus dat daar dat je daar met een veel grotere afdeling zit, veel meer impact kan maken. Internationaal ook veel meer impact kan maken. En dan, ik persoonlijk denk ik ook op groepsniveau meer kan betekenen. Ja.